Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme stelt per 1 augustus zijn portefeuille ter beschikking aan president Chandrika Prasad Santokhi. De bewindsman gaf tegenover Staarnieuws aan dat zijn beslissing niets te maken heeft met de reshuffling die op komst is, maar dat zijn besluit gebaseerd is op persoonlijke redenen. Jubitana zei via zijn secretariaat aan onze redactie te wachten op de terugkomst van het staatshoofd en het erg te vinden dat zijn brief is uitgelekt terwijl de president zelf nog niet officieel op de hoogte was gesteld van zijn besluit. Vice-president Ronnie Brunswijk en de Raad van Ministers zijn gisteren hiervan op de hoogte gesteld. Minister Jubitana zit 3 jaar in de functie als minister van TCT.